Dit is Dim weer van tabletworld.nl met de Motorola Zoom en we gaan even een kijkje nemen naar de binnenkant van de tablet. Naar de Honeycomb Android versie die erop staat, de versie die speciaal gemaakt is voor de tablets. Zal niet uitkomen op de telefoons, alleen op de tablets. Je hebt 5 homescreens, 1, 2, 3. Wie 5 die helemaal naar eigen inzicht kunt indelen. We zullen even het homescreen doorlopen. Linksonder de software buttons voor terug naar huis, home. En deze button kun je zien waar je het laatst geweest bent. En daar kun je op klikken en weer terug. Rechtsonder zie je de diverse notificaties van binnengekomen berichten. Die kun je aanklikken en dan opent bijvoorbeeld in dit geval de mail. Wanneer een bericht binnenkomt kun je dan voor kiezen voor een onscreen of een bericht in de notificatiebalk naar de tijd, wifi, signaal, batterij. Rechtsbovenin ga je naar de applicaties, daar komen we zo nog op terug. Hier kun je je homescreens mee aanpassen, daar komen we ook nog op terug. Hier komt net een notificatie binnen. Linksbovenaan zoeken in Google en de voice recorder waarmee je stemcommandos kan geven. Nou, we hebben de homescreen alvast ingedeeld met een aantal applicaties en hier een aantal widgets. Een van de pluspunten van Android, het plaatsen van widgets. Dit is de widgets van de mail en die is dan ook nog scrollable. Dus dan kun je helemaal doorscrollen tot aan je laatste mailtje. En dit is de agenda widget ook te scrollen. Nou, we hebben hier een widget voor de Pulse Newsreader, daar komen we ook nog op terug. Honeycomb is aangepast aan het gebruik op tablets. Het is alleen gemaakt voor tablets, dat kun je bijvoorbeeld ook zien in de market. Is heel anders ingedeeld met blokjes met informatie over de bepaalde apps. De indeling op zich is wel hetzelfde, Future, Top 3, Bestselling apps en hier de categorieën. Bij de applicatie zelf is ongeveer wel dezelfde indeling. Video erbij en dergelijke, commentaren. Je kunt je apps ook weer sharen en dergelijke. Zo ga je naar je eigen applicaties. Hier zie je een rijtje alle applicaties die je zelf hebt gedownload. Hier degene die je ooit hebt gedownload waarvoor je bijvoorbeeld betaald hebt en die niet geïnstalleerd zijn. Nadeel van Honeycomb is dat er nog weinig applicaties zijn die geoptimaliseerd zijn voor het gebruik binnen Honeycomb, dus op een tablet. Dat gaat allemaal nog komen. Wat dat betreft liggen ze mijlenver achter op de iPad 2 bijvoorbeeld, die al heel veel aparte applicaties hebben, heel veel aparte Twitter applicaties en dergelijke. Een applicatie op Android die wel aangepast is Pulse, de newsreader, de feedreader. Die op een hele mooie manier je feeds weergeeft over verschillende pagina's die je dus zelf in kunt delen. Je kunt je Google Reader daarin laden. En dan kun je heel mooi zo eventjes scrollen door je nieuwsfeeds. Zie je een artikel wat je wil lezen, dan is het één keer klikken en dan op de rechterzijde kun je het artikel doorlopen. Je kunt het delen via Facebook, Twitter. En bijvoorbeeld via Evernote, wat ik zelf heel veel gebruik. Nou, dat doen we nu eventjes niet. Een andere applicatie die laatst is uitgekomen is de Kindle applicatie van Amazon. Ook helemaal geoptimaliseerd. Er zit natuurlijk een reader in, een aantal gratis boeken. Het scherm spiegelt, zoals eerder gezegd, spiegelt enorm, maar met het lezen van het boek is het best wel te doen. Dubbelklikken op het scherm kun je bij de verschillende lettergroottes komen en dergelijke, kleine letters, wat je makkelijk vindt. En met de terugtoets gaan we weer naar het homescreen toe. Goed. Een applicatie die Google heeft gemaakt en die alleen beschikbaar is op Honeycomb, dat is de Body applicatie. Je kunt het best zo bekijken, een applicatie die bijvoorbeeld nu al op scholen gebruikt zou kunnen worden om het menselijk lichaam te bekijken. Een applicatie die erg
smooth werkt, werkt erg mooi. Je kunt aan de bovenkant kun je op zoekwoord opgeven voor bepaalde lichaamsonderdeel, maar je kunt hier bijvoorbeeld ook kijken naar het nerve system en naar het zenuwstelsel. Nou, een klik laat ook zien wat het doet, waar het vandaan komt. Je kunt zien, kijken naar de organen, de longen, darmen en dergelijke en de botten. Het werkt allemaal heel smooth, je kunt het helemaal inzoomen. Hier klikken, skull, mandible. Android heeft nog geen Nederlandse versie, dus alles is in het Engels. Het was wel jammer als je gaat typen en dergelijke, maar goed, dat wordt in de toekomst ook allemaal wel weer rechtgetrokken. Ja, nou dus even heel snel Honeycomb. Persoonlijk vind ik het een heel fraai systeem om mee te werken. Het individualiseren van de scherm is natuurlijk een van de leukste dingen die er aan de Honeycomb zijn. Long press, en dan kun je zelf uitkiezen welke widget je er bijvoorbeeld op wil hebben of welke applicatie. Dan klik je, dan wordt die gewoon automatisch neergezet. Je kunt wallpapers wisselen, die kun je natuurlijk ook uit de market weer zelf inladen of zelf maken. Je kunt maps erop zetten, een selectie van een aantal zaken op, van batterijgebruik en dergelijke. Werkt erg smooth. Er is veel mee te doen. Er is nog veel te winnen voor Honeycomb. Het staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. De komende maanden zullen er heel veel tablets met dit systeem uitkomen. En dan hopen we dat ook de applicaties in de market zullen toenemen voor het gebruik op deze tablet. Want dat zou het alleen maar ten goede komen. Tot zover Honeycomb op de Motorola Zoom.